Hey, voordat jullie zo de liefdestechnologie van de toekomst ondergaan, is het goed om stil te staan bij het feit dat mensen vroeger niet altijd zoveel keuze hadden als nu. Voor de komst van internet moest je proberen de ware tegen te komen op school, in de buurt, op de sportclub of je werk. De keuze was behoorlijk beperkt. Maar met datingsites en apps als Tinder en Hot or Not zijn alle vrijgezellen van over de hele wereld binnen handbereik. Als je flink doorswipt, heb je tegen de tijd dat je 20 bent al gauw 10.000 mannen of vrouwen voorbij zien komen. Zie dan nog maar eens wie de leukste is.